Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In het noorden van het land is het nog grijs weer door laaghangende bewolking, nevel, mist en zelfs plaatselijk nog dichte mist. In het midden en zuiden daarentegen is de zon goed doorgebroken en daar is het ook 13 tot 16 graden. In het grijze weer in het noorden is het hooguit een graad of 9. Vanavond zien we weinig verandering in het weerbeeld. In het noorden nog steeds grijs door bewolking en door nevel en mist. In het zuiden opklaringen, al zal later op de avond ook daar geleidelijk weer wat nevel of mist kunnen ontstaan. In de nacht zal de mist en nevel zich verder gaan uitbreiden, kan lokaal dichte mist zijn met een zicht van minder dan 200 meter. Het koelt af naar 6 graden in de kustgebieden en 3 graden verder landinwaarts, misschien nog een lokaal een graadje kouder. Dan morgen overdag dan zal de mist geleidelijk aan gaan optrekken. In het noorden van het land komt dan eerst ook nog de bewolking voor. Maar in de loop van de dag breekt overal de zon geregeld door. Het blijft droog, en het wordt 13 graden in het noorden tot plaatselijk 17 graden in het zuidoosten van het land. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Kijken we dan naar de dagen daarna, dan zien we een duidelijke weersverandering, want het zal overwegend bewolkt zijn op woensdag, donderdag en vrijdag met op alle dagen kans op een beetje regen. Het accent ligt daarbij wel op de westelijke helft van het land. De middagtemperatuur ligt rond de 15 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten en wordt matig en zee soms vrij krachtig. En kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat we voorlopig nog te maken hebben met zacht weer. Zeker in het weekeinde is het ronduit zacht met een middagtemperatuur van 16 of 17 graden. Daarna lijkt de middagtemperatuur langzaam aan te gaan dalen, maar de normale waarde voor de tijd van het jaar is een graad of 10, daar komen we dus voorlopig nog niet echt in de buurt. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.